In de verte ligt een vloot. Een vloot die op verovering uit is. Men meent slagschepen te ontdekken. En laag op het water vliegdekschepen, kruisers en korvetten. Een dergelijke slagvloot is er in Nederland op uit om keileem te winnen. En zand om dijken van te maken. De dijk die hier gebouwd wordt, komt om oostelijk Flevoland. Na Wieringermeer en Noordoostpolder, het derde nieuwe gebied, dit keer van 54.000 hectare, dat op de beteugelde Zuiderzee gewonnen wordt. Nadat een nauwkeurig onderzoek van de zeebodem heeft plaatsgevonden, wordt de dijk uitgezet. Allereerst wordt waar nodig de slappe bodemlaag weggebaggerd. Daarna gaat men een bed van zand storten in de ontstane sleuf om de dijk aan een stevig fundament te helpen. Dat zand wordt nabij het werk door enorme zandzuigers uit het IJsselmeer opgezogen, in bakken gestort, onderlossers, die naar de plaats worden gesleept waar de sleuf gebaggerd is en hier nauwkeurig hun lading lossen. Vervolgens worden twee dammetjes opgeworpen van de zware en taaie keileem. Ook die wordt doorgaans van vrij grote diepte opgebaggerd, met zeer zware baggermolens en daarna per schip naar de dijk in aanbouw getransporteerd. Grijpers lossen de bakken en werpen de dammen op tussen welke het eigenlijke dijklichaam moet komen. Zodra de keileemdammen boven water verschenen zijn, worden ze aan de buitenzijde beschermd met een beschroeiing van in elkaar passende damplanken. Pneumatische hamers drijven de planken de keileem in. Daarna worden kraagstukken aangebracht voor een verdere bescherming onder water. Ze worden tevoren gevlochten, met sleepboten naar het werk gevaren en stevig tegen de beschroeiing aangepast. Met stortsteen worden ze afgezonken. Nu komt het dijklichaam van zand tussen de dammen van keileem. Het zand wordt uit de bakken gezogen en tussen de dammen geperst tot de juiste hoogte bereikt is. Het nieuwe dijklichaam van zand wordt nu afgedekt met een laag keileem die het geheel verstevigt en doorwateren verhindert. Met draglines wordt deze beschermende laag aangebracht. De zijkanten van de dijk boven water vragen om verdere bescherming. De onderste laag van deze de golven afwerende strook bestaat uit stro. Krammatten noemt men deze afdekking. Daarop wordt een tussenlaag van bakstenen en puin aangebracht. Vervolgens wordt de strook gecompleteerd met de grote basaltblokken. Het plaatsen daarvan is een precisiewerk dat om grote vakbekwaamheid vraagt. Nog is de dijk niet klaar. Nu krijgt de kruin een laag van klei als een laatste afdekking en tevens om de grasmat te voeden. Een bestrating wordt aangelegd en dan is de dijk gereed. Een werk is voltooid dat door de eeuwenlange ervaring die de Nederlanders ermee hebben, over een gebied van tientallen vierkante kilometers een fijn samenspel vertoont van baggermolens, zandzuigers, sleepboten, rijswerkers, steenzetters en talloze anderen. Waarbij telkens op het juiste ogenblik het juiste materiaal en de juiste man in de schakel van de dijkbouw ter plaatse is. Het resultaat is een dijk in het water. Erachter komt het land. Ervoor blijft het water.
kilometer na kilometer wordt in zee uitgebouwd door de grote aannemingsmaatschappijen die het werk uitvoeren naar de plannen en onder de directie van de Rijksdienst voor de Zuiderzeewerken. Iedere keer is er een hoogtepunt in het werk wanneer twee dijkgedeelten elkander naderen en een sluitgat gedicht wordt. Opnieuw wordt een stuk zee afgedamd en opnieuw zullen straks de grote gemalen duizenden hectare grond droogmalen. Die baggermolen daar nog binnen de dijk? Is hij ingesloten? Nee, hij maakt vast de kanalen die door het land zullen lopen voor de afwatering en de scheepvaart. Nu hoeft later, wanneer het water is weggepompt, het tevoren gebaggerde kanaal alleen nog maar te worden afgewerkt. Zo zijn er allerlei dingen die men moet regelen voordat het land is blootgelegd. Waarom is dit meer er tussen de dijk en de Veluwe? Om te verhinderen dat het water van de toch al droge Veluwe zal aflopen naar de veel dieper gelegen polder oostelijk Flevoland. Het water is weg. Woest en ledig was de wereld in het scheppingsverhaal. Ledig is de zeebodem door mensen opengelegd. Pioniers trekken erin om aan die ledigheid een einde te maken. Zij zetten er hun eerste voetstappen. Tot er een polder is vol mensen die deze eerste voetstappen vergeten zijn. Vliegtuigen verschijnen dan en blazen rietzaad uit. Zo zaait men het ene onkruid om talloze andere onkruidsoorten te onderdrukken, in afwachting van verdere ontginning. Even onstuimig golven deze rietvelden als vroeger de zee. Wrakken van schepen die soms even geleden hier vergingen, vertellen nog van die onstuimigheid. De schepen zijn vernield en vergaan in het water. Maar pathetisch zijn de voorwerpen die nog in de wrakken gevonden worden. Vaatwerk, munten, scheepspantoffeltjes. Dingen die de schepelingen gebruikten op hun laatste tocht, toen hun verweer tegen de zee te kort schoot. De ontwatering van de polder is nu een eerste zorg. De kanalen waren tevoren gebaggerd. Nu volgen de tochten en de sloten die erop aansluiten, met draglines van horizon tot horizon getrokken. Op de sloten komen de greppels uit. De moderne greppelvrees trekt ze in de kortst mogelijke tijd en slingert de kluiten over de toekomstige akkers. Maar op sommige plaatsen moet men om de juiste akkergrond boven te brengen eerst diep ploegen, waarbij de goede grondsoort soms wel van 1,5 meter diepte naar boven wordt gebracht. En overal geschiet natuurlijk het gewone ploegen, dat de grond oppervlakkiger opschudt tot een bed voor het graan. De eindeloosheid van de nieuwe vlakten zou zonder stoffering te vermoeiend zijn voor het menselijk oog. Onder andere daarom worden bossen aangelegd op de voor landbouw minder geschikte gronden.
Die bossen zullen de recreatie dienen. Elders zal struikgewas de ruimte gaan onderbreken. Onbeschrijfelijk pril zijn die kleinst denkbare van alle bomen, maar ze groeien.